Je bagage die je had, moest je op een hoop gooien. Voor de ingang van het stenen gebouw. En het regende. Het regende altijd. En moest je op een hoop gooien en je werd gedreven naar het midden van het terrein. En dan moesten we allemaal in de rij staan. En Heiman en ik gingen direct naast elkaar staan. Maar je werd niet. Het was verboden om te praten. Je mocht niks zeggen. Je moest alleen bevelen opvolgen. Maar we verstonden de bevelen niet. We deden alleen maar wat we de anderen zagen doen. Dus zij stonden recht in de rij. Handen langs je broek naar beneden. Langs de zijkanten. En stijf recht staan en recht uitkijken. Niet om je heen kijken. En de wachten begonnen weer tegen ons te praten. Als we kostbaarheden hadden om onmiddellijk af te geven. Als je het niet deed, zou het slecht met je aflopen. Het was openbare beroving. Die al in de trein begonnen was. Ja. Een Pools horloge die was zichtbaar. Dus die hadden ze niet meer. Maar vulpennen en zo en trouwringen. Die ze gauw in een zak hadden kunnen stoppen. Ja, je moest alles afgeven. En onze bagage, de kostbaarheden die we hadden, dekens, kleren, wat je bij je had, verschoningen en zo, dat lag op een hoop aan de ingang van die stenen gebouw. En toen werden we, na een poos, werden we dat gebouw ingedreven, zoveel als erin konden. En daar stonden stapelbedden, kribben. Ik heb al aan je aangewezen hoe groter. Het was niet groter dan die bank. En korter. En je moest met een paar mensen in één krib. Want er waren te veel mensen voor het aantal kribben dat beschikbaar was. En de zaal die was vol met die kribben. Je kon niet tussen twee bedden doorlopen. Je moest er dwars. Want je was te breed voor de ingang. Voor de ruimte. En dan moest je in. Als er een bed een plaats was, moest je er meteen in klimmen. Als er een plaats was, dat betekent dat één of twee mannen in dat bed lagen. Dan kon je er nog bij. En we werden aangedreven. Steeds maar. Dat we op moesten lopen en in een bed gaan. En uiteindelijk vond ik een bed en een klein mannetje lag er al in. En die heette Koster. Dat herinner ik me. En ik zei, kan ik hierbij? Zei, die kom erin. Want hij lag al in dat bed en hij zag dat wij voortgeduwd werden en geslagen werden. Dus ik ging erin. En even later zag ik Heiman. En toen hebben we geruild. Koster ging naar een ander bed toe. En Heiman kwam bij mij. En Sal Polak. Daar waren we met z'n drieën bij elkaar. En in dat bed was eigenlijk een centraal punt. Voor de volgende vijf dagen dat ik in Annaberg heb gezeten. In dat bed kwamen we bij elkaar, overlegden wat te doen, maar we wisten niet wat te doen. Alles was een groot raadsel, een gruwelijk raadsel. Als je niet vlug genoeg een bevel opvolgde, werd je geranseld. Niet zomaar een slag. Nee, je werd behoorlijk bleven doorslaan.